Het is weer tijd voor de groot en de grote Rotterdammers. En vandaag heb ik wel een bijzonder grote Rotterdammer. Namelijk... Weet je ook hoe je? Marcel van Breda. Marcel van Breda. Van zeevishandel Schmid. Wat voor mannetje was jij? Ja, ik was wel altijd bezig natuurlijk. Op de kermis had je zo'n ding met zo'n pijl. Hè? Dan moest je de knop indrukken en dan rolde die uit. En als hij dan op een ding, kreeg je een potloodje of een stuffie of een dingetje. Ja. Nou, dat had ik gemaakt en dan konden mensen bij mij dat spelletje spelen voor 25 cent. Oh, ja. Dan konden ze een potlood of een pennetje winnen. Ja. Ja, ik hoopte natuurlijk dat ze steeds ernaast zaten. En dan had ik die kwartjes en dan was ik geen... En gebeurde dat wel regelmatig? Ja, dat gebeurde wel regelmatig. Ja? Ja. En hoe oud was je toen? Nou, ik denk 7 of zo. Nou, en toen vind ik altijd wel 7, 8. Vrij ondernemend. De hervormde opleidingsschool Het Lichtspoor. Zie je? Ja. Guder Gezellenweg 12, Rotterdam. Ja, ja. Rotterdamse kan niet. Ja. Je mag er wel even inkijken, ja. Als je dat wil. Ja. Oh, hier worden ze in rood geschreven, de cijfers. Ja, dat was een rotjuffrouw. 12 jaar had je toch nog geen brommer, of jij ja, wel? 11, ja. Ik had een Solex gekocht. En dat ding helemaal aan de praat. Pas op 16 rijden. Ja, maar toen kocht ik een auto. En nou, daar reed ik mee. Gewoon, maar ik had geen rijbewijs. Gymnastiekzaal, hier moest ik altijd gymnastieken, maar toen ik in de eerste klas zat, dan moesten we natuurlijk in een rijtje met kinderen lopen hierheen, maar ik rende gelijk naar huis, dus dan waren ze me weer kwijt hier. Oh, ja? Toen dacht ik al dat ik naar huis mocht. Kijk, dat is de gymnastiekzaal, zie je? Ja, ja. En hier heb je een parkje, daar stond zo'n zeg maar een boom zonder bladeren, die was dood, zo'n soort tuin, dat was dan, daar kon je inklimmen, zo'n klimboom. Ah. Dat was wel leuk hoor. Het is toch een vrij groene wijk gebleven. Ja. Dit is Lombardije. Ja. Is er veel veranderd? Nou, die straat is nog precies hetzelfde. Ja? Ja. Die huizen ook. Ja. Kijk, hier had je de schuurtjes waar ik het over had, hè, die staan hier. Ja. Die blokjes hier, ja. De steen. Ja. En daar zat ik natuurlijk dag en nacht te sleutelen aan die brommers. Oh, kijk, ieder huis heeft zo zijn eigen schuurtje zo. En ik had dan een Solexie en later een mobiletje. En ja, daar zat ik aan te sleutelen en lekker aan te rommelen. En dat vond ik leuk. En dat heb ik eigenlijk heel mijn leven gedaan. In die zin tot mijn 16e, 17e. Oh. Dat was leuk, want dan was dat moffelen was voor het eerst helemaal in. Mm. Had je palmbomen op je tank en grote remschijven van die naven. Dat was dan weer hip en een turbocilinder. Verstelbare sproeiertjes. Dat moest natuurlijk opgevoerd worden. Ja. Dat moest allemaal 80, 90 kilometer per uur. Uitboren. Ja. Ja. Oh, ja. Vanuit die optiek ben ik toen natuurlijk steeds een andere brommer. Dan kreeg ik een brommer voor op de weg. En nou, toen was ik 16 en toen had ik een Zundap, hè? Een Zundappie. Ja. Ja, hier zit je die brommer. Ja, dat is mijn Zundappie. Ja. Ja. Dat is bij de haven ergens. Oké. Ik denk bij de Rijnhaven ongeveer. Ja, ik was inmiddels naar de LTS gegaan, motorvoertuigentechniek. Ik had natuurlijk altijd wat met brommers en auto's, dus dat vond ik altijd geweldig. Ja. En ja, de derde klas LTS toen... bekruipte mij het gevoel dat ik beter die dag niet meer naar school kon gaan op een gegeven moment. Ach. Want anders had ik weer iemand die met een vinger stond te wijzen, maar dan de deur uit. Ik denk, nou, dat laat ik niet gebeuren. Oh, je was niet populair onder het onderwijzend personeel dan? Nee, niet echt. Nee. Hoe kwam dat? Ja, weet ik niet. Altijd je eigen dingen doen. Ja. Een beetje jezelf zijn en te weinig rekening houdend met de situatie schijnbaar. Ja. En ja, ik had niks tegen die mensen en hun hadden denk ik niks tegen mij, maar samen werkte dat niet. Nee. Dus ja, ik ben gewoon van school weggebleven en
ben gaan werken bij Radio Modern. Right. Ja, toen kreeg mijn moeder natuurlijk een brief van de onderwijsinspectie. Ja. Ja. Mevrouw van Breda, waar is Marcel? Ja, die werkt. Die werkt. Dat kan helemaal niet. Ja, die werkt. Ik krijg hem niet meer naar zo. Nou, hier zit je eigenlijk aan de rand, want dat is al Barendrecht. Oh. En hier liep die spoorlijn. Aha. Waar ging je naartoe, naar de haven? Ja, die ging ze helemaal naar de Europoort toe. Oké. Okay. Als hij s'nachts in bed lag in de Verlange Domstraat, hoorde je dat rangeren van die treinen, hoorde je hier helemaal gaan. Het zoemde heel de nacht door. Ja. Nou, toen moest mijn moeder en ik ons melden bij de GG en GD bij het Zuidplein. Ja. En daar was een soort van psychologische arts. En die ging mij dan vragen waarom ik wel niet meer naar school ging en zo. En hoe dat zat. Ja. Ik was toen 15 jaar en 7 maanden. Ja. Ik zei, ja, ik heb werk, ik ga niet meer naar school. En toen moest mijn werkgever zijn verklaring afgeven dat ik gewoon een 40 uur job had in vast dienstverband. Onmisbaar. Onmisbaar. Ja, ja. Tuurlijk. Ja. Ja, hè? Ja. Dus die had hij heel gauw geschreven en toen was het klaar. Toen hoefde ik niet meer naar school. Oh. Kijk, en hier was dat huis ergens, daar moest ik zijn. Daar reed ik achteruit waar die brommer zo in die zijkant reed. Dat is op dat fietspad waar die fietser gaat. Achteruit? Dus, kocht die Fiat die helemaal in elkaar zat. Ja, dat was daar met het ongeluk. Was dat was hier. Oké. Okay. Die kwam daar vandaan en ik stak zo achteruit en boem. Oké. Maar uiteindelijk kwam je terecht bij de familie Schmid. Want daar ben je wereldberoemd mee geworden nu. Hoe kwam je daar terecht zo en wat ging je doen? Want ik heb nog niks over vis gehoord in de carrière tot nu toe. Nee, dat klopt. Ik zat ook een beetje in de andere hoek. Want ik had inmiddels mijn rijbewijs en ik was ook hard bezig met mijn grote rijbewijs. Ja. Want dat vond ik fijn om te hebben en ik reed heel graag auto. En toen stond er in de krant een advertentie, chauffeur gevraagd. Bij vishandel om landelijk te leveren. Toen ben ik chauffeur geworden, eerst in de stad natuurlijk gereden. Toen later kwam de route van Amsterdam vrij. Dat vond ik helemaal prachtig natuurlijk. Tuurlijk, Amsterdam. Amsterdam. Ja, mooie stad. Mooie stad. Ja. En dat deed je iedere dag? Iedere dag, 6 dagen in de week. Zo. Dus jij reed 6 dagen per week reed je dan? Ja. Dinges, Amsterdam. In de ronde. Maar het is toch een vrij saaie bedoeling. Het is toch elke dag, het wordt toch een sleur? Of, Nou, ik wil je niet naar de mond praten, maar Amsterdam is niet saai hoor. Oké. En dat ging hartstikke leuk. En dan kwam ik bij het hotel en dan hadden ze zo'n trap over de gracht heen. En dan was de vis nog verpakt in sinaasappelkisten met perkamentpapier. En dan deed ik dat, die plank waar de fietsen, dus personeel met de fiets naar beneden ging, gebruikte ik die plank om die zware kisten erover te laten glijden. Dus, maar ja, dat ging natuurlijk een keer te hard. Dus een kist klapt open, schieten zo, die tongen glijden zo. Ja, die zwommen natuurlijk niet meer, die waren al schoongemaakt en wel. En staat die chef kok, die staat gewoon zo in de deuropening. Die tongen doen het niet meer, hoor. Zorg je even dat ik over een half uur nieuw heb, want dan gaat de lunch beginnen. Dus dan stond ik daar met mijn rode kop en die tongen in de gracht. Ja. Zullen we even oprijden? Kijk. Zal ik even het hek openmaken? Ja, het is een bouwspeeltuin. Oh, leuk. Wacht even, ik maak even het hek open. Krijg ik niet los. Geweldig. Maar hier zie ik niet meer. Hey, wij zijn van RTV Rijnmond. Ik ben een portret aan het maken over deze meneer die hier gewoond heeft. Die nou de eigenaar en directeur is van Schmid Zeevishandel.
En die hier heeft leren timmeren? Ja, toen kwam de expeditiechef-functie vrij. Dus dat was het coördineren van de 5-6 auto's die we toen hadden. En dan stond de directie die bonnen altijd te schrijven, de telefoon aan te nemen. Maar dat duurde mij allemaal te lang. Dus dan begon ik mee te schrijven, die bonnen af te scheuren en weer naar achter rennen, auto laden, web rijden, weg, volgende. Ja. Nou, op een gegeven moment ging dat zo hard. Toen zei je, nou ja, hij doet sneller als ik, laat het me doen, weet je wel. Hij zit gereorganiseerd. Ja. Zo, het gaat nou wel meer georganiseerd dan toen, hoor, moet ik zeggen. Ja. Het was toen echt gewoon hopen hout en zoek het maar uit. Ja. Hoi, hallo. Goedendag. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Dan wil je even alles terugleggen. Gelijk jatten, hè? Ja. Maar ja, amateurs natuurlijk, amateurwerk. Ja. Het leuke was dat ik daar zeg maar in 1980 ben begonnen. In 92, nou, laten we zeggen begin jaren 90, heeft Hans Smit alle aandelen naar zich toegetrokken van de familie. Ja. En toen hebben wij eigenlijk samen opgebouwd. Ik als manager en hij als eigenaar-directeur. Ja. Nou, Hans Smit heeft dan in 2000 de zaak verkocht aan de Kennemer Visgroep. Ja. Toen ben ik als directie aangesteld. En Jos van Vuren als hoofdcontrolling. En daar werkte ik al 15, 20 jaar mee samen. Ja. En toen meldde de Kennemer Visgroep van, joh, wij gaan weer terug naar onze core business. Smit past daar niet meer in. Wanneer was dat? Dat is 2011 is dat gaan spelen. En december 2012 hebben Jos van Vuren en ik hebben toen de zaak gekocht van de Kennemer Visgroep. Ja, dat was leuk, want er was gewoon op een berg lag een dijk hout en dan kreeg je wat spijkers en een hamer en doe maar wat. Ja, nee, maar dat is dus niet meer om, voor de veiligheid. Snap je. Voor de veiligheid zit er een bepaalde constructie in. En op die manier kunnen we dat dus doen. Waar heb ik het over? Ja. Ik praat denk ik over 1965, 67. Top, hooguit misschien 70 of zo. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Maar of all these friends and lovers, there is no... Marcel van Breda heeft gewoond in Lombardije. En we staan nu bij zijn... Dit is je eerste huis? Ja, het is het eerste huis, Dit is het eerste huis, nummer 23. Er woont nou ene Chris. Ja. Ja, die heb het zeker weer gekocht van degene waar ik het aan verkocht heb. Ja. Even kijken. Kijk, oh, is niemand thuis hier? Nee. Zie je dat? Hallo. Ze hebben ook de inrichting helemaal weggehaald. Ja. Was hier nog aan, was een oude beheerder. Nou, een beetje grote kerel, vergeet ik nooit meer. Hele aardige. Joop de Jong. Dat zou goed kunnen. Hele rustige, aardige vent was dat. Was altijd leuk met die kinderen, joh. En er werd ook nog wel hout aangevoerd vanuit de ouders of zo. Die brachten dat, weet je wel. Dat ging allemaal wel. Dat heb ik nu ook nog. Ja, kijk dat nog. Ja, gelukkig wel, ja. Want dan kan je dat blijven bestaan natuurlijk. Ja. Mooi bootje, hè? Ja, ik vind dit toch een interessante wijk, hoor. Er gebeurt niet zoveel meer, heb ik de indruk. Nee, dat is de oude vuilverbranding, hè? Ja. Weet je dat wij daar vroeger... Toen ik nog chauffeur was bij Smit, gingen we einde dag, moest altijd dat vuil weg. Hè? Ja. En dat is niet een beetje weinig, hè? Als je daar werkte, daar toen al 60 man of zo. Nee, in Berg heb je kantine afval, weet ik veel, bekertjes. En, maar ook visafval. Ja.
En dan moest ik met zo'n bus moest ik naar die vuilverbranding, zat hij tot het dak vol. Ja. En dan reed ik hem achteruit tegen die put waar ze met die grijpen dan zo de verbrandings overvulden. En dan kiepte ik al die kisten visafval zo 10 meter die put in leeg. Ja. Maar die kisten mochten er natuurlijk niet invallen, want er staat die geld op. Ja. Dus dan moest ik met mannenmacht die kisten vasthouden en leegkiepen. En dan reed ik, spoelde ik hem uit en dan gaven we die portier 5 gulden. En dan was het weer weg. Ja. Hé, maar geweldig. Enig onderhoud vereist het toch wel? Ja. Hè? Huh? Ja, dit is toch hartstikke leuk, joh. Ja. Deze is van een dakloze. Kijk, het is geen dakloze. Kijk nou, die is hier een waterrad aan het maken. Zie je dat? Oh ja. Ja, het zal niet veel draaien, maar... Nee. Niet te geloven, hé. Huttenkamp. Ja. Hoe oud was je toen? Ja, wat zal het geweest zijn, joh? 7, 8? Ja. Nou, ik vind dat wel leuk, hoor, dat ze dat zo in stand weten te houden. Ik ook. Daar zou je als bedrijfsleven ook iets mee moeten doen, hè? Dat je zegt van, joh, laten we... We gaan dat eens sponsoren. Ja, we gaan er eens wat mee doen. Ja, want het zijn toch de volwassenen en jouw klanten van later natuurlijk. Of niet dan? Ja. Hey, maar die Marcel, die is toch wel wat veranderd. Dat is een visjongen dus geworden. Ja. Eigenlijk. Ja. Had je dus nooit kunnen denken. Want als ik jouw verhaal over je jeugd hoor, dan ga jij in auto's en in motoren zitten. Ja. Want dat was je passie. Ja. Ja, dat is nou mijn hobby eigenlijk een beetje. Ja, maar vind je dat niet bijzonder dat dat helemaal zo is omgedraaid en zo? Nee, ik denk dat dingen lopen zoals ze lopen en je komt ergens vandaan en dan komen dingen op je pad. En als er niks op je pad komt, dan was ik misschien wel automonteur geworden of bij de AWB gezeten of weet ik het. Of directeur van de AWB geworden. Ja, je weet het niet. Ik denk wel, zo maar, te horen. Als er andere dingen op je pad komen, waarvoor zou dat dan geen kans hebben? Maar is dat nou wat met jou gebeurd is? Is dat nou, zit dat er nou voor iedereen in? Zou elke jongere kunnen bereiken wat jij bereikt? Of heb jij veel karakter en geluk gehad? Ja, ik denk dat een paar factoren een rol spelen. En dat zeg je goed. Ik denk dat je moet ook de kans krijgen. Mm-hmm. Nou, daar bedoel ik mee te zeggen. Als ik nou directeur van de AMB wil worden, dan moet ik eerst hoger beroepsonderwijs hebben. Nou, je hebt mijn lagere schoolrapport gezien. Ja. Dat gaat het niet worden. Nee. Hè? Nee. Maar zo is het wel. En dat is volgens mij in heel veel takken van sport zo. Ja. Nou, ik zie nou ook jongens die nu 16, 17 en 18 zijn. Dan zeg ik, nou, dan waren wij wel een tandje anders, zeg. Ja, dat vind ik wel. Alles was altijd te veel. Als je dat nou om je heen hoort, dit is te veel en dat is te moeilijk. En zitten maar achter die computer heel de dag. Televisie te kijken of achter zo'n schermpje. Ik zou er gek van worden. Heb jij nou niet, want dat Rijnmond betaalt ook voor geen meter. Voor mij een baantje bij die zeevisgroothandel van je, van hoofd zure haring of zo. Ja, ik kan wel even kijken, maar ik weet niet hoe handig je bent. Ik kom niet echt handig over. Oh. Kijk, mijn indruk is dat onze maatschappij steeds meer verbureaucratiseert. En volgens protocollen en procedures werkt.
En dat daardoor ook iemand volstrekt de moed wordt ontnomen om maar enige creatieve gedachten op de dingen los te laten. Dat zal ook zo zijn, daar ben ik er heilig van overtuigd. Het ligt niet altijd aan de jeugd zelf, het is de situatie waarin ze leven. Maar ik ben nog wel in staat om iemand aan te nemen die geen diploma op zak heeft. Die krijgt in zijn ogen kijken en met een onderbuikgevoel zegt, volgens mij ben jij de goeie. Dat heb ik nog wel, ja. En dat doe ik dan ook nog wel. Dan zeg ik, hey, dat is gewoon een goed apie of een goede meid. Die moet ik hebben. Boom. De argumenten om vis te eten... Die zijn natuurlijk verre van tafel geschoven in Nederland. Want wij zijn natuurlijk sterk om alle mooie producten te exporteren. Ja. Daarmee demotiveer je dus het consumptiegedrag in lokaal Nederland. Terwijl we een van de grotere vissersvloten hebben van Europa. Hè? Ja. Dus dat is wel een beetje vreemd dat wij met vissticks grootgebracht zijn. Terwijl we de mooiste vis vangen. Ja. Hoe komt dat dan? Nou, omdat het economisch zwaarder weegt... om gewoon die handel daar weg te drukken. Want onze Noordzeetong die gaat over de hele wereld heen, om maar een voorbeeld te geven. Dat gaat naar Amerika, dat gaat naar Japan, dat gaat naar Zwitserland, dat gaat overal naartoe. Ja. En hier in Nederland is niet te betalen. Nee. Nee, mooi hè? Hoe komt dat dan? Nou ja, dat is een beetje vraag en handel. Ja, dat is de handel. En dat doe jij aan mee of doe jij daar niet aan mee? Ja, dat doe ik ook aan mee. Ja. Heb jij nou een toekomst voor jezelf? Wat moet Rotterdam worden en wat moet jouw bedrijf worden? Nou ja, Rotterdam moet nog mooier worden. Ja, maar daar moeten we met z'n allen aan werken, denk ik. En, wat merk je er nu dan aan? Nou ja, ik denk dat wij vanuit het bombardement wel uit een achterstand komen. En als je dan ziet wat er aan Skyline al gebouwd is... Ja. He, en met de plannen die ze hebben met bijvoorbeeld de hef, he, dat soort zaken, zitten natuurlijk allemaal haken en ogen aan. Maar ja, voorlopig staat hij er nog en ik vind dat past wel bij een skyline. En als daar dan nog wat mee gedaan gaat worden, is het natuurlijk geweldig. Ja. Ja. Dus vanuit die optiek bedoel ik dat er nog wel wat te doen valt. Maar in positieve zin. En voor wat ons bedrijf betreft zie ik het zo dat wij gewoon door kunnen groeien als landelijk horecaleverancier. Dat is onze core business. Met erbij de shipstorebevoorrading en de rivercruiseschepen en de zeecruiseschepen. Dat is in combinatie met een aanbod van mooie producten vanuit onze winkel, ook op de nieuwe locatie. Denk ik dat wij nog een heel lang bestaansrecht hebben. Ik heb ter voorbereiding van, want ik weet een hele hoop van je, maar... Ja, dat is meestal, ik kwam jou op mijn... Maar de voorbereiding, heb je echt voorbereid? 25e kwam ik jou tegen. Het verbaast me dat jij iets hebt voorbereid. Ik heb heel lang met je de dik voor elkaar zo gedaan, er was nooit iets voorbereid. En nu ineens ga je mij vertellen, ja. Ik heb het voorbereid. Ja, nee, dus maar dat leek zo. Het maakt mij een beetje nerveus, het woord voorbereid of op dit groot. Nee, maar het leek ik ben zeer zo. Benieuwd. Nee, maar het leek zo. Ik kwam het leek zo. Voorbereid. Nou, het leek echt niet ik zo hoor. Nee? Dat wist okay. Je geweldig te maskeren. Oké. Okay. Ja. 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 Daar zie je een hek daartussen, dat was vroeger een poortje. Ja, oh, dat is er nog steeds. Nou, hier heb ik helemaal doorheen gelopen en dan liep je zo naar rechtsaf, had je jeugdhuis Piet Hein. En daar heb ik dus mijn eerste artistieke eieren kunnen leggen. Maar dat het nog bestaat, zeg. Het bestaat. Dan liep ik dus ruim 60 jaar geleden ook hier zo in het Tovertunnel. Hoe heet dat nou, Boerlul? Ja, waar? De oude... Tovertunnel. Tovertunnel, oh, oké. Okay. Tovertunnel, ja. Tovertunnel. Ja, dat komt omdat die kleurtjes erin zitten natuurlijk. Nee, de eerste lijkt net een A. Ja, zou een A kunnen zijn. A-overtunnel kan ook. Zou een A kunnen zijn, ja, de groot. Hoezo de groot? Ga je nou doen of ik een beetje dom ben? Nou, ik heb je in al die jaren, hoe lang ken ik je al? Vanaf 73. Nou, geen A. Dus ik weet wel ongeveer hoe je in elkaar zit. Oh.